Deze week in Nieuwsroom. Winkeltijdenbesluit, Groene Hart, Jongerenwerk Nieuwe Stijl en Buitenlands Avontuur Regiokoor. In de vorige aflevering van Nieuwsronde zag u onze enquête over de zondagsopenstelling van een supermarkt in de Ronde Venen. Ook tijdens de raadsvergadering liepen de gemoederen bij het vaststellen van de winkeltijdenverordening hoog op. Voorzitter, het niet opnemen van een regeling voor de openstelling van supermarkten zoals het figurerend bedrijf op Koude Oud was, is een grote teleurstelling voor ons. Wij kunnen ons helemaal vinden de uitspraak van wethouder Palm, die de winkeltijdenwet op dit gebied een draak van een regeling vindt. Wij waarderen de gesprekken die wethouder Paul hierover heeft gehad met de supermarktondernemers. Wij begrijpen ook dat die ondernemers niet op een loterij zitten te wachten. Maar daar waar zoveel rekening is gehouden met ondernemers en kerkbesturen, missen wij hier volledig de inbreng van de consument. Nu kunnen wij ook niet zeggen of supermarkten op zondag rendabel open kunnen zijn, maar wij willen de verantwoordelijkheid die we graag bij de ondernemer zelf laten. Echter, op dit moment een regeling opnemen waar niemand gelukkig van wordt, terwijl de winkeltijdenwet binnenkort op gaat, is ook niet productief. Wij komen hier zo nodig op een later tijdstip graag op terug. Op het laatste punt, zoals gezegd, onze fractie heeft het hier moeilijk mee. Een deel van de fractie is van mening dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van die inwoners die op zondag boodschappen moeten of willen doen. Zij prevaleren na vele onderlinge discussies onze liberale waarden en vinden het raadsvoorstel met betrekking tot de openstelling van supermarkten op zondag niet meer in deze tijd passen en zullen tegen dit voorstel stemmen. Dit collegevoorstel is een voorbeeld hoe een regeling tot stand kan komen met een groot draagvlak en met inspraak van vele belanghebbenden. De ene dag rust in de week is er niet voor niets. Bijbelse leefregels, ook wat dit betreft, vinden wij heilzaam voor de samenleving. Zeker in deze jachtige tijd is zo'n collectieve dag van rust van groot belang voor de maatschappij. Na 6 dagen kerk, 1 dag rust. De een zal de kerk bezoeken, de ander zal een sport beoefenen. De een zal de natuur ingaan of een wandeling of fietstocht gaan maken. De ander bezoekt de familieleden voor goede vriend. Daar gaan mensen zelf over. Maar er is een collectief moment om los te komen van alles wat achter ons ligt en op te laden voor de week die voor ons ligt. In plaats van het uitgangspunt in deze vaak ik-gerichte samenleving, waarin ik wil bepalen wanneer ik rust houd en wanneer ik wil bepalen wanneer ik wil winkelen, pleiten wij ervoor rekening te houden met het nut voor de samenleving als geheel. Meneer de voorzitter. Is het weer ouders? Ik respecteer uw mening en de mening van de fractie en van uw achterliggende partijen is prima. Maar waar ik moeite mee heb, is dat u anderen die niet die mening hebben, dwingend afdwingt dat zij ook diezelfde houding en mening moeten hebben. Dat kan niet. Je kan niet zeggen van de meerderheid moet rekening houden met de minderheid, maar de minderheid moet geen rekening houden met de meerderheid. Dan zitten we verkeerd in dit proces van democratie. Dat is in wezen wat u aan het doen bent. Dan heeft u mij nog niet goed begrepen. Ik ben begonnen met ik heb nog. Ik heb u heel goed begrepen. Ik ben met betoog begonnen met de coalitieafspraak die we gemaakt hebben. Die is in goed overleg en onderhandelingen is die naar voren gekomen. En daar hebben we overeenstemming bereikt met de 4 partijen die deze coalitie vormen. En daar hechten we aan. Ik vind het belangrijk, als die afspraak niet hadden gemaakt, waren wij misschien niet eens onderdeel van de coalitie geworden. Dan was het allemaal heel anders gelopen wellicht. Dus dat is voor mij het uitgangspunt, dat we een afspraak over hebben gemaakt. Het enige wat ik verder in mijn betoog wil aangeven, is een verduidelijking en uitleg waarom wij dat zo belangrijk vinden. Misschien niet zozeer voor u, want het verhaal is wat hier gehoord, maar dan voor de pers en voor het publiek. En meneer de voorzitter, waar ik moeite mee heb, is in feite dat alles impliciet, de heer Stam zegt, dat je kan onderhandelen over levensovertuiging. Blijkbaar klopt het dan dat de VVD u zo graag bij de coalitie wilde hebben dat ze dat hebben ingeleverd. Ja. U had het niet beter kunnen zeggen, meneer Arns. Kijk, krijg je toch een antwoord maar van degene die de vraag ook had moeten stellen. Wij hebben een voorstel voorbereid. En daarmee hebben we toch best wel uit de box gedacht. We hebben een amendement voorbereid waarbij wij 52 koopzondagen willen bedingen. Ik zal het dit voorlezen.
Ook bij het middendeel van de consignatie wil ik nog even melden. Twee supermarkten apart kennisgeving van de rekening gebruikt te willen maken. Dat is niet zo. Dus supermarkt... Ik heb het verslag gelezen en één van die twee zal het doen. Niet van harte, maar als de ander gaat. Dus die willen er allebei gebruik van maken. Staat in uw verslag. Daar ben ik wel bij geweest. Ja. En u niet. Dan klopt het verslag niet. Dat de twee supermarkten meegegaan zijn in zeg maar, het standpunt van de supermarkten. Dat zij niet... via de avondoverschrijdingsregeling, zoals nu mag, basis van dingen met meerdere gaan doen. Meneer de voorzitter, dan wil ik deze verslagen openbaren, want dit wordt een spelletje. Ik moet nu, ik heb die verslagen gelezen, ik moet nu vechten dat de wethouder nu iets onjuist zegt, terwijl ik het verslag niet openbaar mag maken. Er staat trouwens niks vertrouwen op zin, dus ik vind het al vreemd dat die verslagen überhaupt niet openbaar zijn. Maar ik wil even toch, anders blijft een misverstand hangen, toch even het zelf eens in voorlezen uit het verslag. En, want dit is echt hoe je het wil lezen. En dan zegt de supermarkt in Apkoude, zegt persoonlijk hoeft zondagsopening van hem niet, maar hij wil elke zondag open. Reden, je wordt gedwongen door de concurrentie. En ik denk dus, dat is de ik wou even wat zeggen. In mijn interpretatie kunnen jullie allebei uit de voeten wat hier staat, dat is net hoe je het betekent. Uiteindelijk besliste de raad met 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen dat er voortaan in de Ronde Venen 4 koopzondagen mogen zijn. Een hele opvallende stap van jullie beiden. Waarom? Hoezo opvallend? In februari hebben wij ons al heel duidelijk gemaakt dat binnen de VVD verschillende ideeën leefden over winkelopeningstijden. Ja, maar een beetje de verwachting leverde dat jullie wel met de partij mee zouden stemmen. De partij mee, daarmee bedoel je? Dus met het voorstel mee zouden stemmen? Het voorstel van het college, maar dat is niet het voorstel wat in lijn ligt met ons verkiezingsprogramma en met onze eigen liberale standpunten. Mm-hmm. En daarom hebben we ervoor gekozen om tegen het voorstel te stemmen. Ja, maar je hebt toch zoiets als, we hebben afspraken gemaakt in de coalitie, dus daar houden we ons aan? Dus dat is het verhaal wat je dus nu van de tegenstanders hoort? Ja, natuurlijk. Het is nu heel simpel te zeggen van er zijn twee leden binnen de VVD die zich blijkbaar van de coalitie hebben losgewerkt. Nee, zo zien wij het niet. Net zoals het heel principieel is voor bepaalde partijen rond hun religieuze afkomst, is het voor ons heel principieel dat wij zijn liberaal en de inwoner moeten vrijheid hebben. En ik denk ook als het gaat om dat coalitieakkoord, daarin staat één hele simpele zin dat het vigerende beleid wordt voortgezet. En die zin is op meerdere manieren uit te leggen. En het vigerende beleid in Apkoude was 12 koopzondagen en 2 supermarkten open. Dat was het vigerende beleid. Ja. Hebben jullie er moeite mee gehad om dit besluit te nemen zo? Natuurlijk, je snapt dat dit wat discussie binnen de VVD heeft opgeleverd. Het is niet voor niks dat het nu na februari nu pas weer terugkomt. En we hadden gehoopt op een ander collegevoorstel, maar helaas. Ja. En nu is het wachten tot over anderhalf jaar wanneer de verkiezingen zijn. Dat zijn jouw woorden, Ferry. Ja, maar u werd zelfs een beetje fanatiek. Fanatiek, ja. Maar het is toch heel vreemd. Je heeft het over het laatste onderwerp. Ja, we worden een beetje gegijzeld door een minderheid. Ja. En ja, ze echt, de broek zakt af. Alhoewel ze het daar ook niet... Niet meer zou zijn. Nee. maar zij zeggen, ja, we hebben afspraken gemaakt en het leeft eigenlijk helemaal niet. Ja, het leeft wel. Al die supermarkten willen. Ja, alleen die ene in Apkoude zegt, nou ja, als die andere gaan, ga ik ook wel. Mm-hmm. Maar men wil allemaal open. Ja. Het koopcentrum in Meidrecht die zegt, wat ons betreft is het een goede zaak. Ja. Nou, dan moet je het toch gewoon kunnen doen. Mm-hmm. Maar we worden gegijzeld door een kleine minderheid. Maar de wethouder zegt zelf, ja, ik heb overleg gehad. En ze zeiden dat ze er geen zin in hadden. Ja, ik heb de verslagen gelezen. Ik heb ook de verslagen van de kerk, zoals ik zei, er was niet eens de helft van de kerkbestuur. Nee. En dan waren er nog bijvoorbeeld een kerkbestuur uit Waverveen. Ja, daar zijn helemaal geen winkels. Dus wat hebben die voor last? Nee. Dus, en nu, wat gaat er nu gebeuren? Anderhalf uur wachten? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat ze nu landelijk aan het doen zijn. Want kijk, hier hebben ze nog moeite om een koopzondag, een vierde koopzondag, die eigenlijk in het verleden ook al aanwezig was, weer terug te brengen. En landelijk zijn ze bezig om daar 52 van te maken. Ja. Te verschuiven naar de gemeente. En de gemeente mogen alles doen. Ja, dat wordt dus helemaal niks hier. Nee. Zeker met die VVD hier niet. Nee. Maar goed, er zijn dus in ieder geval 2 leden van de VVD die tegen het voorstel hebben gestemd. Ja, maar kijk, dat is een verschijnsel wat we in het verleden ook bij het CDA vragen. Dan worden de stemmen geteld en dan mogen er een paar afwijkend stemmen. Ja, een soort, dat vind ik wel een hele goedkope manier om je gelijk te halen. Knuffelliberalen. Ja, maar ik bedoel, de VVD die heeft gezegd aanpakken. Ja. Alles moet nu en niet uitstellen. Ja.
Onlangs verscheen het rapport Een kloppend groene hart, een krachtig groene hart. Ook de gemeente de Ronde Venen profileert zich graag als groene hart gemeente. Kijk, de conclusie van het rapport is dat het groene hart lastig geheel is. Iedereen kent de term, maar ja, wat is het precies? Dat er best economische bedreigingen zijn in dat groene hart. En tegelijkertijd er ook heel veel kansen zijn om toch te proberen het groene hart als zodanig op alle mogelijke manieren toch verder te ontwikkelen. Ja. Nou, daar zit een aantal hele goede aanknopingspunten in. Ja. En wat zijn voor de Ronde Venen de belangrijkste? Ja, kijk, wat bijvoorbeeld voor ons heel belangrijk is, is dat er staat, koester die agrarische sector. Want we hebben het in het Groene Hart heel erg over het landschap en al die dingen die het Groene Hart mooi maken, waarom mensen hier graag komen, waarom ze hier recreëren. En de agrarische sector draagt daar een belangrijke aan bij. Nou, een van de conclusies is, zorg nou dat die sector zich kan blijven ontwikkelen. Niet alleen maar door bijvoorbeeld schaalvergroting, maar ook door bijvoorbeeld functies toe te staan, zoals landwinkels, campings en dat soort zaken. Nou, dat vind ik een hele goede aanbeveling voor onze gemeente, waar 50% van het grondgebied, dat is boerengrond, dat is land, dat is gewoon, ja, daar werken boeren. Een ander belangrijk element is, het Groene Hart bestaat niet zonder de stad. Dus probeer nou die verbinding tussen die steden en dat Groene Hart te maken. Het zou toch prachtig zijn als we niet hier een hek eromheen zetten als een soort natuurgebied waar niemand mag komen. Maar dat je juist zorgt dat bijvoorbeeld ook de producten die hier gemaakt worden juist een weg in de stad vinden. Er zijn gewoon hele goede concepten nu al van winkels die echt producten verkopen uit de regio, in de stad. Er wordt nu gezegd ook wel eens van maak van het Groene Hart één provincie. Ik hoorde nu zelfs van maak Woerden de hoofdstad van het Groene Hart. Dat soort plannen, hoe staat u er tegenover? Nou, dat is niet de conclusie die in het rapport staat. Er staat in het rapport wel werk samen. En er is echt heel nadrukkelijk voor gekozen om dat niet op te hangen aan weer een nieuwe bestuurslaag. Want dan gaan we weer dingen met elkaar creëren waar we later spijt van krijgen. Dus, en dat is ook wel de inbreng geweest, ook van ons. Van maak nou niet weer allerlei ingewikkelde structuren met regels. Nee, vind elkaar, ga samenwerken. Er zijn heel veel gemeentes met goede plannen. En ga met name op thema's eens kijken van, hey, hoe doen jullie dat, hoe doen wij dat en kunnen we van elkaar leren en werk samen. En dat is wel de essentie die zo in het rapport staat. Ja. Nu zit de gemeente Ronde Venen in een heleboel overlegorganen over allerlei verschillende gebieden. Is nou zo'n overlegorgaan over het Groene Hart, is dat nou belangrijk voor de gemeente? Ja, het is ontzettend belangrijk. Er zijn heel veel problemen die echt gemeentegrensoverstijgend zijn. We hebben bijvoorbeeld, wij zitten hier tussen twee natuurgebieden met een aantal gemeenten. We hebben heel veel last van bijvoorbeeld stikstofuitstoot. De agrarische sector wordt heel erg beperkt door stikstof. Nou, dat is typisch iets waar je A, met elkaar kennis moet delen. En B, ook met elkaar moet lobbyen om dingen voor elkaar te krijgen om die problemen op te lossen. Dus je hebt elkaar nodig. Het is wel zo dat wij als gemeente wel zeggen, je moet niet overleggen om te overleggen. Ik ben hier nu een jaar wethouder en ik moet zeggen, ik heb dagen gehad dat ik de wethouder van Woerden 3 keer tegenkwam. En we hebben wel met elkaar geconstateerd dat 1 keer ook voldoende is. Ja. En juist door de aanbeveling van dit rapport kun je zeggen van, dat zijn de gerichte dingen waar we het over moeten hebben met elkaar. Het jongerenwerk ligt onder vuur. Tijmen Klinkhamer, jongerenwerk van De Baat, heeft een visiestuk geschreven over hoe De Baat invulling zou willen geven aan het jongerenwerk Nieuwe Stijl. Er is nog geen visie op jong- en jeugdbeleid. Daarnaast, met de sluiting van de fabriek, kwam het allemaal een beetje op losse schroeven te staan. En was het zeker nodig om eens te kijken, wat gaan we naar de toekomst doen met het jongerenwerk? Wat is belangrijk? Het welzijn Nieuwe Stijl hoort erbij, is erbij gekomen. Er komt een kanteling jeugdzorg in, dus de gemeente moet meer gaan overnemen van de provincie en van het landelijke, betreffende jeugdzorg. En daar hoort het jongerenwerk ook bij. Ja. Was er hiervoor dan geen beleid op jongerenwerk? Er was wel een beleid. Dat stamt alleen van een paar jaar terug. En dat is hoog nodig toe aan vervanging. Jongerenwerk Nieuwe Stijl heeft 8 pijlers. Er zijn bepaalde taken die het jongerenwerk moet doen. We zitten op de participatie van jongeren. Het zorgen dat jongeren meedoen in de maatschappij. Het ondersteunen van culturele initiatieven van jongeren. Overlastbestrijding, lichte hulpverlening. Het zijn allemaal aspecten die gewoon bij het jongerenwerk horen. Ja. En daarmee kan je natuurlijk altijd gewoon aan de slag. Ja. Ook de functie van het jongerenwerk gaat veranderen. Het jongerenwerk veel meer moet gaan zitten op de lichte hulpverlening. Dus zorgen dat jongeren met hulpvragen bij het jongerenwerk terecht kunnen. En als een soort maas voor de tweede lijns hulpverlening kunnen zitten. Ja, dus dat houdt in? Dus voordat ze inderdaad naar jeugdzorg toe gaan of naar landelijke grote organisaties zoals Kleinzorg of andere dingen waarbij je ze kwijt bent. Dat je ze meer in de gemeente houdt en dat het jongerenwerk al een soort voorsortering kan maken. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat jongerenwerk de processen in de gaten houldt. Je hebt soms dat jongeren in 4, 5 organisaties lopen. En dat is eigenlijk zonde van het geld.
Voor de jongeren zelf, want die weten ook niet meer waar ze moeten zoeken. Dus als jongerenwerker kan je daar een beetje op kijken van, hey, waar zit jij allemaal in? Kunnen we dat een beetje optimaliseren? Het is heel belangrijk dat jongeren bij de maatschappij betrokken worden. Want als ze deel van de maatschappij zijn, zullen ze zich ook beter gaan gedragen naar de maatstaven van de maatschappij. Dus dat kan door projecten waarbij je ze bij betrekt. Jeugddebat, bewustwordingsprojecten, leuke initiatieven waarmee ze zelf komen. Bandavonden, toneel, theater. Om dat soort activiteiten op te zetten en uit te werken. De gemeente wil dat het welzijn meer vraaggericht wordt. Is dat in jouw stuk ook zo? Ja, dat is een van de pijlers van het welzijn nieuwe stijl. Het vraaggericht werken. Vanuit het jongerenwerk was het eigenlijk altijd zo. We hebben een productiehuis. Dat zit onder venig.nl. En daar doen we al initiatieven die vanuit de jongeren komen. Mm-hmm. Via het ambulante werk, dus het op straat de jongeren opzoeken. Kijken ook van wat willen de jongeren zelf. En als zij met een idee komen van, goh, we willen een feestje organiseren, we willen een beentavondje doen. Ik speel toneel met twee vrienden, ik wil graag iets met toneel doen. Gaan we kijken of we dat samen met die jongeren en wat andere jongeren eromheen kunnen neerzetten. Ja. Dus eigenlijk is alles behalve het informatievoorziening, preventie, is aanbodgericht en de rest is allemaal vraaggericht. Okay. Dus. In het verleden konden jullie voor het jongerenwerk gebruik maken van de fabriek. Dat is niet meer zo. Hebben jullie nog wel zo'n soort ruimte nodig? Nee, niet direct. Het biedt kansen dat het nu weg is. We kunnen meer naar de kernen toe. Dus we kunnen meer richting Wilnis, Vinkeveen, het kern van Meidrecht. We gaan meer naar de jongeren toe op straat. Dus we zorgen dat we elke week met een thema-activiteit op straat staan. We hebben landelijke thema's die we aanhouden. We zijn dus veel zichtbaarder voor de mensen. En we zitten minder achter de gesloten muren van een fabriek. Mm-hmm. Daarnaast zijn er genoeg samenwerkingsmogelijkheden met de Willensteen, met Image, met Stichting To Be. Om de activiteiten die we nog willen uitzetten, uit te kunnen zetten. Mm-hmm. En eigenlijk biedt het voor ons alleen maar kansen om het nog efficiënter en nog breder gedragen neer te zetten. Bij beleid uitvoeren hoort ook geld. Hoe is dat geregeld? Nou, we krijgen nog subsidie van de gemeente. Er is natuurlijk wel een deel bezuinigd, waardoor de fabriek dus weggegaan is. Mm-hmm. Daarnaast moeten wij het gewoon rond kunnen trekken. We zijn veel bezig met fondsen werven vanuit externe. We zijn altijd op zoek naar sponsoringen, naar bedrijven die iets kunnen betekenen voor ons, waar wij weer iets voor kunnen terugdoen. En zo zijn er op creatieve manieren altijd wel iets te verzinnen. Mm-hmm. En daarnaast vragen we ook altijd een beetje om de burger wat actief te betrekken bij het jongerenwerk. Mm-hmm. Van, heb je iets over? We kunnen er graag iets mee. Ja. Als je nou even denkt aan over een paar jaar naar de toekomst toe. Wat zou je dan gedaan willen hebben met het jongerenwerk? Ik zou het een stevige plek willen geven waar we nu al mee bezig zijn. Een plek waar alle jongeren het kunnen vinden. Mm-hmm. Dat ze ook weten van, hey, daar kunnen we naartoe. Daar kunnen we iets mee. Het jongerenwerk heel erg is voor de preventie en voor de informatiesfeer voor de jongeren. En dat het gewoon een veilige omgeving moet worden. Van oké, ik zit ergens mee, ik weet even niet waar ik heen kan. Ik stap naar het jongerenwerk en die kan mij of doorverwijzen of zelf helpen. Ja. Nou heeft deze gemeente last van ontgroening. Steeds minder jongeren. Betekent dat jullie ook steeds minder te doen krijgen? Nee, dat is niet het geval. Er komen altijd wel jongeren bij en er trekt zeker wat weg. Maar we zitten nu in het werkgebied met ongeveer een 5800 jongeren die binnen de leeftijdsgroep vallen. Van 10 tot 24 op dit moment. Mm-hmm. Dat zijn er veel. Daarvan mag je uitgaan dat 20% van die jongeren het jongerenwerk echt nodig kunnen hebben. Dat is ongeveer gemiddeld, een landelijk gemiddelde. Dan kom je alsnog uit op zo'n 2000 jongeren. Ja. 1600 zijn er geloof ik in mijn hoofd. Dus 1600 jongeren zijn nog steeds heel veel jongeren die de aandacht nodig hebben. Wordt dat in de toekomst 1000? Nou, alsnog moet je er dan zijn als jongerenwerk. En wat is nu de verdere gang van zaken met dat plan? Hij ligt bij de gemeente. Ja. Puur als stukje van, nou, dit is een intern stuk voor ons. Dit is wat mijn visie als jongerenwerker op het jongerenwerk is. Ja. De gemeente moet een visie jongeren- en jeugdbeleid gaan neerleggen. Ja. Daar zijn ze vrij in om te doen wat ze willen. Die moet goedgekeurd worden door de raad. Als de raad hem goedkeurt, dan ga ik weer met dat visiestuk kijken van oké, past hetgeen wat wij doen erin? Of moet ik iets aanpassen? Waar moeten wij de accenten op leggen? Dus het is nu even aan de gemeente om daar iets mee te gaan doen. Het regiokoor uit Meidrecht is afgelopen weekend op reis geweest naar Duitsland, waar ze een aantal concerten heeft gegeven. Jan Mansma, jij bent de voorzitter van het regiokoor De Ronde Venen. Met leden, nou ja, het woord zegt het al, uit de regio. Ja, waar vandaan allemaal? De regio rond, in en rondom Meidrecht. En dat rondom, dat moet je vrij ruim opvatten, als het even kan. Er komen zelfs leden uit Amstelveen en uit Breukelen. Jullie hebben een interessant weekend achter de rug. Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben een koorreis gemaakt om eens ergens anders dan in de regio te zingen. Ja, maar jullie waren helemaal in Duitsland. Waar waren jullie? Wij waren bij Bonn en Keulen. En bij Bonn is een klein plaatsje genaamd Remagen.
En daar mochten wij optreden in een katholieke kerk. Ja. Maar jullie geven ook concerten in de buurt? Ja, wij geven ook concerten in de buurt. Elk jaar minstens één. Het liefst een groot concert met een orkest erbij. Daarnaast proberen we ook wat kleine concertjes te geven. Meestal in het kerkgebouw De Rank. Dat leent zich daar heel erg goed voor. Akoestiek is daar goed. En de entourage heeft een intieme sfeer. Ja, ik hoor het woord kerk een paar keer noemen. Zingen jullie alleen maar religieuze muziek? Nee, we zingen eigenlijk principieel proberen wij een algemeen koor te zijn. Wij zingen natuurlijk, dat blijkt eigenlijk wel een beetje uit het klassieke repertoire. Bach, Mozart, Händel. Ja, en in die tijd was heel veel muziek was religieus gebaseerd. Maar in de praktijk proberen wij ook nog eens een paar andere dingen te doen. Die teruggrijpen op componisten uit de 20e eeuw. We hebben Carl Jenkins, die frivole zangmuziek heeft gemaakt. Past ook heel goed bij ons koor. En dat geeft weer een andere sfeer. En wat zongen jullie bijvoorbeeld in Duitsland? Daar zongen jullie waarschijnlijk ook wat meer dan de religieuze nummers, al was het in een kerk. Ja, ja, wij begonnen daar met zeer religieuze nummers, zoals het Ave Maria en het Ave Verum, allemaal wel bekend. En daarnaast gingen we langzamerhand over op, ik zou bijna zeggen, ja, de Middelduitse literatuur. Daarna sloten we af met een grappig nummer, The Rhythm of Life. En dat was echt een spetterend nummer. Ja, dat past eigenlijk niet in een kerk, maar iedereen neemt dat voor lief, omdat het een leuk nummer is. En veel applaus. En veel applaus, ja. Ja. Men liet ons nodig gaan. Ik heb gehoord dat jullie trouwens ook nog in de Dom in Keulen zijn geweest. Ja, dat was helemaal frappant. Kijk, wie zingt er nou in de Dom van Keulen? Nou, bij de gratie Gods, of ik zou bijna zeggen bij de gratie van de paus, mochten we daar ook twee nummers zingen en niet meer. Maar we hebben toch het sfeertje even geproefd. Eventjes zingen, even het gevoel krijgen van hoe is dat om in zo'n immense kathedraal te mogen zingen. Nou, de akoestiek is fantastisch. We hebben het daar ook erg naar ons zin gehad. Nou, ik wens jou en het koor natuurlijk heel veel succes bij jullie repetities op de maandagavond in de Veenhardenkerk. En dan straks weer met het geweldige concert dat jullie vast weer gaan geven. Dankjewel. Dankjewel. Jan Monsma. Graag gedaan. Woensdagavond 24 oktober zenden we vanaf 6 uur een uitgebreide reportage uit van de concerten.